Ik ben mede-eigenaar bij Hofmeijer in Voorst. Mijn achternaam is geen woordspeling, maar mijn compagnon heet nou een keer net anders als dat ik heet. Het bedrijf bestaat al sinds 1961, van oorsprong een agrarisch loonbedrijf. En wij of ik ben in 2011 met een aannemingsbedrijf civiel en cultuurtechniek begonnen. En inmiddels met 24 medewerkers. Dus we zijn lekker doorgegroeid in die laatste 9 à 10 jaar. Nou, het agrarisch loonbedrijf. Vlieg ik even snel doorheen met die 14 medewerkers. Dus de andere tak van de company. Die moeten nog hele grote stappen maken wanneer het gaat zonder gewasbeschermingsmiddelen gaan telen. Je ziet dat die agrariërs die stappen heel langzaam maken. Als er maar subsidie voor is, dan gebeurt er iets. Maar anders dan is het toch nog best wel lastig. Met name veehouderij gericht. Nou, klik maar door. Het zijn 3 foto's. Groot spul, grote machines. Ja, er komen toch altijd veel jonge jongens ook nog steeds op af. Dat trekt nog steeds mensen aan. Bedrijf Civiel en Cultuurtechniek, het aannemingsbedrijf. Sinds 2011 actief in de markt. Bezig op de cultuurtechnische, op cultuurtechnisch vlak en natuurontwikkeling. Nou, kortveld rondgezet, civiele techniek. En wat we eigenlijk ook steeds meer doen is een stuk advies en ontwerp. En daarmee hebben we eigenlijk een complete vakgebied in eigen huis. Sportpark Zuid in Aalten. Als je één keer klikt, dan gaat hij als goed is vliegen. Ja. Nou, ja, dat gaat. Internetsnelheid is nu een probleem. Oké, werkgebieden. Grondgezet werk, wat we doen, dat zit ook wel in de oorsprong. Ja, hele simpele dingen zoals het van oorsprong, hè, bouwputten en wegkunetten, leveranties van zand en grond. Maar wij zijn al wel vanaf begin af aan heel actief met GPS-machinebesturing. Waar we dus ook zelf het 3D-ontwerp voor kunnen maken, in kunnen meten en ook kunnen realiseren. En wie mij op LinkedIn volgt, die heeft wellicht pas een filmpje langs zien komen. Want wij hebben een nieuwe rupskraan in gebruik genomen. Buiten het feit om dat hij dan ook uitgerust is met een Stage 5 dieselmotor. Zodat we inderdaad ook de modernste en meest CO2, minst CO2 uitstotende techniek gebruiken. Is die machine uitgerust met een automatisch 3D-systeem. Dat is de eerste rupskraan in Europa die dat systeem in de machine heeft zitten. En daarmee gaat de bak van de kraan eigenlijk automatisch niet dieper als het vooringestelde profiel. Dus de machinist hoeft eigenlijk, en die kan dat wel overroelen, maar als hij dat niet doet, zeg maar, dan gaat de bak eigenlijk gewoon de vorm aanhouden zoals de digitale tekening hem heeft ingegeven. En nou ja, daarom proberen we ook wel een stuk vooruit in de markt te lopen. En dat gaat ongeveer ons theoretisch 30% minder draaiuren opleveren. We kunnen het gewoon veel sneller maken. Dus ja, en ik ben nog steeds van mening, zeg maar, dat we daar meer te winnen hebben. Door te zorgen dat we efficiënt werken. Dat we daar meer te winnen hebben als dat we dat doen met nieuwe technieken en motoren. Is natuurlijk allemaal belangrijk. Ja, next. Nou, sportveldgebied. Veel egalisatiewerk, fijn profileren. Echt een vakgebied waar wij in nou ja, regio, maar inmiddels ook wel een heel groot deel van Nederland redelijk bekend geworden zijn. Die regio wordt mij eigenlijk al wat te groot, want ik zit zelfs al in Duitsland. Nou, dan, ik had even toe willen lichten, die onderste, waarom of dat wij inderdaad zo belangrijk vinden dat we bij NL Green Label aangesloten zijn. En we willen uiteindelijk een andere richting op. We hebben in de sport heel veel te maken gehad met kunstgras. En ik ben juist bezig om met natuurgrasvelden inderdaad de natuurgrasvelden weer terug op de kaart te krijgen. Zodat nou ja, iedereen daar ook graag op wil sporten. Daarmee willen we ook het, actief de markt op. En wij zijn inmiddels de eerste die dan inderdaad inmiddels een productlabel hebben voor nou ja, zowel grasveld als een hybride sportveld. En nou ja, daar ben ik wel trots op. En
Dan sluiten we, wat mij betreft, hiermee de presentatie.